zijn hier op schooltuin in Essenburg zingen. En we gaan popcorn bakken boven vuur. Kom je mee? Wie bent u? Ik ben Tom, meester Tom van de schooltuin. En wat kan je hier doen? Vandaag of alle andere dagen? Vandaag. Vandaag. Nou, vanmiddag hebben we popcorn maken. En popcorn maken doen we dan boven houtvuur op het schoolplein. Woensdagmiddagactiviteit noemen we dat. Oké. Okay. Waarom deze manier van popcorn bereiden? Nou, dat is toch veel leuker. Als je magnetron popcorn mais koopt in de winkel, dan stop je dat in zo'n zakje. Leg je in de magnetron, je drukt op een knop. En dan ga je zitten wachten, hoor je ping. En dan is het klaar. Nou, dit is veel leuker. We hebben zeepkloppers. En dan moet je eerst de mais in de zeepkloppen doen. En dan moet je hem bij het vuur gaan houden. En moet je heel voorzichtig doen, want het vliegt in de fik. Dan heb je niks. En dan goed schudden. En dan lekker daarna in een bakje met zout of suiker. Kan iedereen dit thuis doen? Thuis? Ja, dan moet je wel een gat graven in de vloer thuis. En de vloerbedekking oprollen. En dan hout neerleggen. En dan vuur maken in de woonkamer. En dan kan je het thuis doen. Nee, dit kan je niet thuis doen. Daar is de schooltuin zo leuk voor. Dit kan wel op de schooltuin. Vinden jullie dit leuk? Ja, best wel leuk. En waarom? Want je kan je echt popcorn maken en je moet het zelf maken en je moet eigenlijk de popcorn zelf in de vuur zetten. En moet schudden zodat dat er niet verbranden. Wat is het verschil met het gebruik in de magnetron? Nou, de popcorn smaakt u precies hetzelfde, want het is allebei gemaakt van mais. In het vuur is gemaakt van mais, maar in de magnetron ook. Alleen dit is veel leuker om te doen. En je kleren gaan ook lekker stinken naar rook. Dat is leuk. Kan iedereen hier naartoe komen? Ja. Kleine kinderen, grote kinderen, oude mensen, maakt niet uit. Iedereen kan popcorn maken. Nou gaan wij het uitproberen. En dit is het resultaat. Ja, lekker. Deze is al helemaal geplopt. Sommige zijn nog alleen maar maiskorreltjes. En dit is nu klaar. Wat moet er nu gebeuren? In een bakje doen en dan kun je kiezen of je er zout op wil of suiker. Wat je het lekkerst vindt. Okay. Zal ik het doen wat hij waarschijnlijk heet? Doe nog wat voor. Je hebt genoeg gekocht. Ja, ik mag even een bakje. Er zitten sommige bij die zijn niet gepoft, die moet je niet eten, hè? Want dan gaan je vullingen kapot. Die zijn voor de vogels, die val je op de grond. Meester, kom zo snel. Dit is het resultaat en nu kan je de zout en suiker op doen. En ik ga deze nu opeten en ik verder popcorn bakken. En ik hoop dat jullie de volgende keer ook komen. Doei!